Dan gaan we kijken of we nu de animatie ook kunnen stoppen. En we gaan daar een variabele voor aanmaken voor de animatie. En die kan dan dus worden gestart met requestAnimationFrame en straks ook gestopt met cancelAnimationFrame. Dus ook hier kun je dus weer toevoegen globale variabele voor start en stop van de animatie. En we kunnen die variabel ook hier dan erin stoppen. We kunnen ook dus dan zeggen van de animatie is requestAnimationFrame speel af. We kunnen hem straks dan ook dus weer met de animatie proberen te stoppen. Hetzelfde geldt dan ook voor de timeout. En we gaan hier dus kijken naar een variabele, bijvoorbeeld vertrager. Die is gebruikt om de timeout te starten. En je kunt ook de timeout weer stoppen. Globale variabele voor start en stop van de timeout. Goed, dus we kunnen dan ook hier zetten setTimeout voor een setTimeout. Goed, dus we zetten hier dan dus ook bij vertragen. Goed, dit zal inderdaad, als ik goed kijk, geen gevolgen hebben voor de animatie. Maar die draait nog net zo vrolijk door. Met dezelfde vertraging van 15 beeldjes per seconde. Goed, als dat blijft lopen, dan kunnen we vervolgens kijken of we hem ook dus kunnen stoppen. En daar moeten we dus nog een knopje voor maken om te stoppen. Dus we gaan naar de index toe. En we maken hier zo'n knopje. Dus we gaan hier naar de footer toe. En we gaan hier dus een knopje toevoegen. Bijvoorbeeld een import. Type is button. En value. Stoppen. Vervolgens kunnen we ook nog een ID hier aangeven. Stopknop. En dan kunnen we, als we dat hebben staan, ook een handeling aan koppelen. We gaan hier dus naar ons script toe. En we gaan hier een functie onderschrijven. Onder speel af is dat hier wat zit. En we gaan hier de stopknop selecteren. Stopknop. Punt. En dan hier zo een anonieme function erin. En die functie die kan een aantal dingen doen. Dan moeten we dus in ieder geval de vertrager uitzetten. Dus dan is het clearTimeout. En dat is dan in dit geval de vertrager geweest. En we gaan, als we daarop klikken, ook cancelAnimationFrame doen. die is aangeroepen met de animatie. Die kun je hier natuurlijk ook daar al in ieder geval weer aanroepen. Dus dan is het ook de animatie. Is cancelAnimationFrame. En dan is het ook die, de animatie. Die is dat. Oké. Dan gaan we kijken of dat gaat werken. We slaan op. En we gaan weer naar de test terug. We verversen, refresh. Als het goed is hier een knopje bijgekomen. Ja, een stopknopje. En we hebben dus nu een vertraagde beweging en we hebben de stopknop. En dan hadden we gehoopt dat hij ging stoppen. We gaan even kijken of hier de console iets opmerkt. Nee, op dit moment niet. We hopen dat we kijken of de knoppen wel goed gevonden worden. Dus we hebben hier de stopknop. Refresh. En we gaan hier op de stopknop drukken. En hij geeft hier nog geen actie. Kijk of hij opgeslagen is. En kijk of we de stopknop ook goed ingestopt hebben. Stopknop. Ja, die had hier met 1 M gemoeten. We gaan nog een keer verversen. We gaan er nog een keer op die stopknop drukken. En die stopt hij ook werkelijk. Dus dat is inderdaad prettig werk als hier deze hier staat. De speel af is er. En zo kun je natuurlijk ook met de speel af kun je natuurlijk ook een knopje bij maken dat hij gaat starten. En we hebben een knopje dat hij gaat stoppen.